Ik heb gefeliciteerd via jullie app. Ja. En ik kon mijn... niet genoeg geld met YouTube. Zeg jij? Die niet genoeg geld met nee. YouTube. Nee. Nee. Nee, helaas niet. Nee, ik heb nog een bijbaantje nodig. Hè? Yes, dinsdagmiddag 4 uur. Dat betekent een nieuwe video van de Giergasten. Mijn naam is Niels. Dit zijn Martijn en Joost. Goh, wat zijn ze afgevallen? Bijna. Nee, nee, net niet. Dit zijn Rien en Dries. Ja. Ja, en jullie hebben onder YouTube iets gecomment. Ja. Wat willen jullie hebben, jongens? Twee gratis powerbanks. Twee gratis ja. Powerbanks. Ja. Zo, lekker scare. Een powerbankie van ter waarde? Tientje. Ja. Oké, dus ik moet 20 euro voor jullie gaan fixen in feite. Hebben jullie enig idee hoe ik dat moet gaan doen? Geen flauw idee. Ik ben een giergast, ik ga het wel even verzinnen. Jongens, ik zou zeggen, later deze week meeten weer en dan kom ik terug gewoon met twee powerbankjes. Nou, twee powerbanks voor onze vriend Rien, dat moet toch te regelen zijn. Lifehack die ik jullie vandaag ga laten zien, daar kun je nog veel meer mee regelen dan alleen twee powerbanks. The Action, die kennen we natuurlijk allemaal. Die winkel waar je heel veel goedkope troep kunt kopen. Zij hebben nu een soort van actie dat je kunt solliciteren bij hen via de WhatsApp. En dan moet je gewoon even naar de website www.actionbijbaan.nl. En dan kun je solliciteren. Nou, dat gaan wij doen. Dat was hem. Bedankt voor je sollicitatie. Om jou te bedanken voor je tijd en je interesse in Action. Een klein presentje voor jou. Laat deze barcode zien bij de servicebalie van een Action bij jou in de buurt. En je ontvangt een cadeaukaart van 10 euro. Tot snel en een lekkere dag gewenst. We gaan eens even kijken of we het nog een keer kunnen doen. Nee, helaas. Rustig, je hebt al gesolliciteerd. We laten snel van ons horen. Dus dat betekent, Martijn, het is jouw beurt om te solliciteren bij de Action. Nou ja, omdat ome Nelis het weer niet alleen aankon, ben ik opgetrommeld. Ik heb me ook aangemeld bij de Action. Ik kan mijn waardebon ophalen, ter waarde van 10 euro. Dus samen met de bon van Niels hebben we 20 euro. En dan kunnen we dit item tot een mooi einde brengen. Goeiedag. Ik zou me voorstellen. Martijn, ik heb gefeliciteerd via jullie app. Ja. En ik kon mij. Niet genoeg geld met YouTube. Zeg jij? Die niet genoeg geld met nee. YouTube. Nee. Nee. Nee, helaas niet. Nee, ik heb nog een bijbaantje nodig, man. Oké. Okay. Dus ik stond hier dat ik een cadeaukaart voor 10 euro kon. Ga maar wel dan. Dankjewel. Voor de collega's. Van hoeveel euro zijn dat? 10 euro staat hier. Dit is de cadeaukaart. Ja. Super, dank u vriendelijk. Oké, okay, ik heb de cadeaukaart van Martijn binnen. Ik sta nu naast de Action, dus nu is het aan mij om even die cadeaukaart te innen. En daarna ga ik meteen de cadeautjes kopen voor onze vriend. Hoi. Hi. Ik heb gesolliciteerd bij de Action. En ik heb een waardebon gekregen die ik mag inwisselen. Wauw. Wat leuk, hè? Ben ik de eerste die... Rianne? Ja, iemand van, niet van hier denk ik dan. Maar jullie hebben geen weet van deze actie? Nee. Zelf? Nee. Het staat hier op de actionbijbaan.nl. Heb je gesolliciteerd bij Action? Ja, zeker. Heb je ja genomen? Ja. Wat leuk! Ja. Waarschijnlijk wordt het deze. Dus voor de collega's. Ja, leuk. Ja. Ik ga het niet heel veel. Medewerker, okay. Ja. Dus ik ben afgekeurd voor bepaalde andere beroepen. Vanwege stress. Dus ik moet nu even rustig aan. Ja, dus. Maar het kan hier ook wel druk zijn. Ja, het kan wel druk zijn, hoor ik al. Maar. Ik ga even verder kijken. Oké, een e-mail, procedure. Pak één lezen cadeaukaart, scan de cadeaukaart. 10 euro was het. Ja, mag er ook 20 van maken. Voilà. Nou, super. Voor jou. En voor jou ook. Nou, top. En ik 10 euro op. 10 euro. En ik kan nu meteen. Ik heb nog een kaart. Kan ik twee powerbanks kopen? Ja, dat ja? Yes. Nou, ik weet niet hoe dit bij Martijn ging, maar bij mij ging het echt heel moeilijk. Die mensen wisten zelf niet eens van het bestaan van deze actie. Maar goed, in the end, na een half uur gestaan te hebben daar, is het me toch gelukt. Twee powerbankies, twee cadeaukaarten. En ik heb een nieuwe baan erbij. Super veel zin in. Boys, ik heb een slecht bericht, man. Het is niet gelukt. Niet? Nee, dus jullie kunnen weer terug naar Gelderland. Ja, jammer. Ja,
dat was hem. Tot volgende week. Nee, tuurlijk. De gierengasten, nou, lukt het altijd, alsjeblieft. Dankjewel. Powerbankje erbij. Ja. Kun je weer lekker opladen als je in de auto zit bij je ouders. Of in de trein weg. Of in de trein, inderdaad. Die kringen gaan zo snel leeg tegenwoordig. Goed, maar dat is weer een hele andere video. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we gewoon weer met een nieuwe video. En er komt binnenkort ook weer een vette nieuwe serie. Dus blijf kijken.